Weer een mooie wedstrijd voor jullie. Hoe ging het? Ik denk bij Vlaag heel goed. De start was goed. Uiteindelijk starten we de tweede helft ook weer heel goed. Dan kom je op 3-0 voorsprong. En ik denk dat we daarna wat ingezakt zijn en dat we het wel goed vonden, zeg maar. En ik dacht dat het laatste kwartier Korea toch dichterbij kwam, wat kansen ging creëren en dat wij eigenlijk wat verslapten. En dat is wel zonde, vind ik, in de eindfase van ons spel. Aan de andere kant is het misschien ook logisch dat het een keer gebeurt. En we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat we het niveau dat we de eerste 50, 55 minuten hebben, dat we gewoon doortrekken tot aan het einde. En nu aan het einde zag ik gewoon dat we wat kansen weggaven, wat slordig werden. En dat is zonde om de wedstrijd mee af te sluiten. Geeft deze wedstrijd wel veel vertrouwen richting die halve finale? Ja, ik denk absoluut. Weet je, als je na 5 wedstrijden met 15 punten staat, 1 goal tegen hebt en 17 goals voor, dan denk ik dat je met heel veel vertrouwen richting de halve finale mag kijken. En ook bij Vlaag het spel laten zien, dat is gewoon echt heel goed. En geeft veel vertrouwen richting de halve finale.